drywall, ja. Wat is er zit? Spelregels. Ja. Wij vinden dit nogal leuk, zeg maar, om escape rooms te doen. Maar dat ken je altijd. En Arjan, die moet... Die kan niet weg. Het is vastgebonden. Ik kan hier niet weg. Ik kan niet weg. Daarom doen we de escape room. Ik dacht, weet je wat? Als wij niet naar de escape room kunnen... Dan brengen we de escape room gewoon naar hier. Zo simpel is het. Dus we hebben... Escape room the game. Nooit gespeeld? Even kijken hoor, want dan moeten we de juiste hebben. Hij is nog helemaal dicht. Dus we gaan gewoon eens even kijken of we dat... Kunnen doen, Prison Break. Dat is wel thuis, hè? Deze weer eventjes terug. Zo. Hoi. De spelregels. Wil je eens even kijken? Ja. Moet je hardop voorlezen, toch? Nee, per dingen, die moet je hardop voorlezen. Ja. Even kijken. Hallo, welkom bij deze escape room van Identity Games. Zoals bij velen word je opgesloten. Het is de bedoeling dat je door middel van een brug... 60 minuten kunt ontsnappen, gebruik je hersens. Ook teamwork, goede communicatie, winnaar, creativiteit, logica, is belangrijk. Het spel bevat vier dingen, de app en de website heb ik al. Voorbereiding, plaats 3-0 heb ik ook al gedaan. Leg de sleutels klaar. De sleutels? Ja, die moet ergens... Zikkie. Zikkie. Het zijn er behoorlijk wat trouwens. Hier mogen leg de sleutels klaar. Dus deze mogen gewoon open. Zo. Even kijken, leg de sleutels wel. Elke aftrips zijn drie delen. In elk deel moet je een code vinden bestaande uit vier sleutels. Die invult een grotere code om het spel te winnen. Binnen 60 minuten moet je drie juiste codes vinden. Open nooit zomaar een envelop. Als je gaat beginnen, druk op de startknop, heb je 60 minuten. Spelers bekijken alle onderdelen nauwkeurig, voor- en achterkant zoek naar aanwijzingen. Tijdens het spel kom je hier en daar een logo AR tegen, dan heb je die ding aan de zijkant nodig. Bij avontuur wordt er altijd maar één type decodeersysteem gebruikt. Gebruik de informatie op de Groningen-decoder. Zodra je de code vindt, toevoeg je de vier sleutels in. Dus dat is zo. En hoor je is de code onjuist, hoor je een foutsignaal en gaat er 1 minuut van de tijd af. Ja. Probeer de juiste code te vinden, je kunt niet verder, zodan is de code niet gekraakt. Is de code correct, dan hoor je een goed signaal en loopt de tijd door. Haal de sleutels weer uit de Groningen-decode nadat je een code hebt ingevoerd. Vergeet niet de Groningen-decode met de knop aan de onderzijde uit te zetten. Het nummer is... er staan nummers op. De volgende waar je hintkaarten mag pakken. Deel 1, 2 of 3 geeft welke betrekking, dat staat erop. Sommige hints bevatten het antwoord voor de juiste code. Denk goed na of je deze wilt pakken. Oh, nou, dan gaan we de eerste hoor. Je bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar en zit inmiddels al een paar maanden vast. Je brengt het grootste deel van je dag door in het gezelschap van een kleine groepje medegevangenen. Deze groep beschermde je op je eerste dag en je hebt het gevoel dat je ze kunt vertrouwen. Ze staan voor je klaar en jij voor hen, voor wat het waard is. Op een middag maak je een praatje met een medegevangene. Hij vertelt je dat er voor jou een briljant wiskundige in je cel zat. Zijn naam was Walter Kessel. Een tijdje geleden werd hij overgeplaatst naar een andere gevangenis. Walter Kessel had onder de gevangenen een bepaalde status. De gevangenisdirecteur en de bewakers waren bang voor hem. Niet omdat hij nou zo groot en sterk was, maar omdat ze bang waren dat hij zou ontsnappen. Een uitbraak zou niet best zijn voor de reputatie. Daarom verzonnen ze dat Walter ruzie had gekregen met een andere gevangene en dat hij hem in elkaar had geslagen. Ondanks dat iedereen wist dat Walter nog geen vliegkwaad zou doen, werd hij overgeplaatst naar een zwaar bewaakte inrichting aan de andere kant van het land. Het verbaast jou niks dat er een wiskundige in jouw cel heeft gezeten. Het verklaart al die cijfers en rare raadsels op de muur. Je verlangt natuurlijk naar je vrijheid en het bizarre verhaal over je cel zit je aan het denken. Wat als het allemaal onderdeel is van een grote plan om uit deze hel te ontsnappen. De paar maanden die je hebt doorgebracht voelen nu als jaren. Als het aan jou ligt ben je liever de rest van je leven op de vlucht dan achter tralies. Je komt tot de conclusie dat ontsnappen eigenlijk je goed recht is. Je bent immers veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor een misdaad die je helemaal niet hebt gepleegd. 10 jaar van je leven en geen toekomst, alleen omdat je op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Eerlijk is anders. Die avond, tijdens de lockdown, vertel je je maten wat je 's middags hebt gehoord. Jullie keren de hele cel binnenstebuiten en vinden gesloten enveloppen in het toilet. Deze informatie zou wel eens de sleutel naar vrijheid kunnen zijn.
De bewakers lopen hun ronde en komen over exact een uur langs jouw cel. Dit is je kans van je leven. Is dit de kans van je leven? Open nu deze envelop en kijk of alle inhoud erin zit. Haal de inhoud uit het frame, zet de gele decode aan en druk op start. Jullie zoektocht naar de locatie van de uitgang is begonnen. Leuk. Kom maar door. Op alles wat erin zit. Meer zit er niet in. We hebben dus een huiswerkpuzzel. Een kaartje met iets erop. Achterop zit er nog wat geschreven. En een sudoku. En een state prison. Dat met iets erop. En we hebben hele spannende muziek. Even kijken, moeten we dingen verdelen? We zijn met z'n vieren, dus we kunnen dingen verdelen. Zal ik een sudokootje doen? Ja. Nou, die is al ingevuld ook. Jullie iedereen al klaar? Gaan we een beetje zitten? Kijk, even met z'n... Dus kijk ik het op. Zijn we er klaar voor? Ja. Ja. Go! Tijd gaat nu in. Kijk, nog eens even wat spannend. Nummer van de gedetineerde. Laten we daar even mee beginnen. Ja? Moet je die omzet in cijfers? Ja, zou ik ook wel denken. Ja, dat is de ja, het kan, maar dat is de... Dat zijn wel vijf... Als je, zo heet de beurs, sowieso. De beurs? Ja, op het kaartje aan de andere kant. Dat is wel een kwartier met vijf misschien. Dat is vijf. Wat vijf? Ja. Het is de kwantumwetenschappen, theoretische dingen wat heet die. Ja. Maar hier staat ook. Hier staat en. Hey, kijk eens. Hier klopt er ook iets niet. Goed, volgens mij mogen we niet. Nu... Gaan we een hint pakken, ja? Denk het zo. Maar hier klopt ook iets niet. 1, 2, 3, 4, 6, 6. Ja. Top, oké. Okay. Met elkaar geteld. Dus hier bij elkaar geteld? Klopt die andere wel, hoor. Wat? Los de kruiswoordpuzzel op en schrijf de ontbrekende letters op. Kruiswoordpuzzel, hebben we die? Ja, die hebben we al opgelost. Die hebben we opgelost, de verticaal telt. Verticaal telt. Ik ben niet zo snel aan het tekenen. Het is die 6, deze is het. Is dat de enige die... Ja, ik heb, verder ben ik niet gekomen. Ik 12, 13, 19, 21, 24... Ah, oh, dat was Gisseling gedaan, zeg. Die verdwijnt. Hè? Wat verdwijnt? Tekst. Welke tekst? Hierop stond. Oh, die zat hierin. Godverdomme, ik denk dat ze. Die zit cool in elkaar. Ik denk die labandjes hebben uit de broek laten hangen. Ja, spul. Dus we hebben een 6 uit de sudoku. We hebben het even uit de pasfoto. Even kijken hoor, pasfoto. En? Rekensom? En stop in de decoder. Oké. Okay. Maar we hebben geen rekensom, toch? Of ben ik dan? Ja, maar... Jawel. Zoiets. Hebben we geen... Oh, dat hebben we niet nodig. Dit is het potloodje. Ja, het potloodje. Nou, ik dacht misschien is dat wel gewoon de... Ik zet deze even terug. Leg een potlood op de tafel om erin te vinden. Ja, maar ik denk misschien heb je hier, want als je dit zo ziet, ja. Een rondje en een dingetje... Waar hebben we hier een rondje dingetje? Dan leggen we de potlood zo. Die is goed in doen. Die zijn wacht geworden. Leg de sleutel op de vloer van de gevangenis. Ja. Alle papieren met x- en y-coördinaten geven informatie over de formule. Zoek deze vormen in de cel. Ja, kijk, die staat hier. Hoop. Ja. Hier staat hier. Deze ook. Wacht even. Wat zijn die cijfers? Want dan gaan we die ook even decoden. 24, ja? 31, 45, 24, 43. Dat moet pakken.
25? Ja. Nou, 25 en dan 31, 45, 24, 43. Dan ik hem even... Zoek op de chrono decoder naar MS-32. Gebruik het systeem US-45. Gebruik de ervoor... De andere letters op de codekaart. Dan heb je een parallel. Min 115. X3. Dus dan krijg je hier... U. 45 min 3, 42. Een rondje. Rondje. Yes! Wel dan, dat is wel lastig hoor deze. Die is de makkelijkste hè? Dit is de makkelijkste. Jullie hadden nog niet veel geloof ik hoor. We hebben niet eens gedronken, kunnen aangaan. Oh. Beste derde. Nou Priek. Sowieso hebben we deze code. 2334. Moet je opschrijven? Ja. 3322. 2534 3322. Oké. Ja, maar hij heeft dingen achtergelaten voor de hand liggende voor de hand. Ik zou haast zeggen, hij geeft hier in de krant C1 aan. Dit is C. Ik weet niet waar je nog meer C zag. Nergens op. Ja. Dus ik zou haast zeggen. Die minuten die wil ik wel nemen. C1, 2334, dus dat is B, C, C, D. Ben je eens of niet? Waarom een D? 4. 2334, dit is C. Ja, 1. C, C, B, ja. Ja, ja. Kom hier maar. Dus het is B. Waarom heen met B? C. Nee, C, want C1 zijn we niet. C. Ja, het is C1. Wacht even. Nee. Probeer dan eens C, C, B, B. Kak. Victory! We hebben hem! Maar, nou komt het leukste. Ja. Echt veel professioneel mijn hand ervoor. Komt-ie! Run ontsnapt op 4 minuut 7 na. Ik focus ook op ruim binnen de tijd. Ruim binnen de tijd, echt gewoon genoeg tijd over. Sloten we er even eruit gehad, zodat je niet af kan kijken. Mm-hmm. Ik vind het superleuk. En we hebben dus gewoon nog drie kamers, vier kamers even, en een murder mystery. Dat gaan we vanavond sowieso niet redden. Maar ik vind het een... ik vind het cool. Oké. Okay. Wat wel een klein beetje benauwd maakt, zeg maar. Ja. Een klein beetje een zweterige bilnaad van krijgen. Ja. Is dat dit de makkelijke versie is. Dit was de makkelijkste kamer, ja. Ja. Maar aan de andere kant, we zijn nou, zal ik maar zeggen, wel ingepuzzeld. Ja. Nou zit wel de mindset gewoon wel naar puzzel, zeg maar. Ja. Dat is wel ja. Maar dames. Ja, leuk. Leuk. Ja, hè? Wat toffe, toffe ding. Nou, ik denk dat we zo eerst even een dolwippie in elkaar gaan zetten, denk ik, of niet? Ja. Dan, we zien wel waar het schip strandt vanavond. De sleutels.